Ik weet niet of jullie hebben gezien hoe Santi Cazorla is gepresenteerd bij Villarreal. De plaatselijke Hans Klok met rood haar. Ik weet niet wat er met het haar van die man gebeurd is. Die presenteert daar de speler Santi Cazorla. Kijk nou toch eens, Johan. Dit is pas... Kijk. Dit... Oh, ja, geweldig natuurlijk. Daar is hij. Lekker druk ook. Ja, ja. Ja. Ik heb het gezien en dan zit ik toch weer te kijken en denk, hoe doet die vent dat? Ja, dan kom je niet uit, hè? Nee, dat is wel bijzonder. Maar bij jou ging het bij Veenam ook zo dat je even door het plaatselijke... Inderdaad, alleen er waren toen nog geen camera's bij, maar... Nee. Ik zou jou zeggen, Johan. Ik zou jou uitleggen. Hij heeft natuurlijk. Wil je nog even kijken, anders hoe hij het doet? Let goed op. Nee. Hij heeft een rondje. Ja? En dan heeft hij natuurlijk iets in de midden staan. Dan staat die Cazorla achter. Ja, je wordt in de maling genomen. En dan maar je ziet wel die hele tribune. Daarachter. Ja, hij staat er nu al, denk ik. Maar... Ja, hij is niet aankomen vliegen. Nee. Maar jij gaat die truc nu even uitleggen. Maar hoe doe je dat dan? Cazorla! Hij staat er natuurlijk al in, pik. Ja, maar hoe kan je er dan doorheen kijken? Ja, er staat iets voor. Voor en daar staat hij achter. Je kijkt er doorheen, want je ziet die tribunes gewoon doorlopen. In het begin staat hij er echt niet. Kijk nou eens goed. Als je begint, staat hij er niet. Kijk nou toch. Kijk, er staat niemand. Hij staat er helemaal niet, René. Zie je dat? Kijk nou toch. Nee, hij staat er niet. Dan zit hij in zijn mouw. Ja, zoiets. Maar hij staat er niet, hoor. Het zijn ook geen supporters, hè? Nee, maar die staan allemaal aan deze kant. Die zijn er ook niet. Die tovert hier zo meteen later in uitzending. Dat hebben wij helaas niet. En zou het ook nog wel eens voorkomen dat er een andere speler staat? Ja, dat zou ook nog kunnen. Wel of, ja. Nee, let nu goed op. Kijk, één keer kijken. Waar zou die dan staan, René? Waar staat hij dan? Ik ga Hans Klok bellen. Ja, is inderdaad. Nou, opeens is hij er. Santi Cazorla! 77-voudig international trouwens voor Spanje. Ja. Man die trouwens niet meer zou gaan voetballen. Zijn enkel, een bacterieinfectie. Ja, die is 8 operaties. Ze hebben een stuk van zijn arm hebben ze uiteindelijk in zijn enkel gezet. Zo'n stuk van zijn Achilles is hij kwijtgeraakt. Dokter zei, je voetbalt nooit meer. Je gaat nu toch weer vielen. Kijk hier. Vond je de video leuk? Reageer dan via onze comments hier beneden. En abonneer je natuurlijk op ons YouTube-kanaal. En denk erom, geen cholo-comments.